Bij een brand in een garage aan de Karel Willingstraat in Eindhoven heeft de politie een drugslab ontdekt. In de garage bij een woning stonden vaten met chemicaliën. Omdat er gevaarlijke stoffen in het spel waren, schaalde de brandweer op. Uiteindelijk kon het vuur snel worden geblust. De politie laat weten dat de schade en de gevolgen veel groter hadden kunnen zijn. Bij het incident raakte de eigenaar van de woning licht gewond. Die ademde rook in en is naar het ziekenhuis gebracht.